Realityprogramma's als BB Vol Liefde moeten het altijd hebben van kandidaten waarvan je nekharen recht overeind gaan staan. Ook dit seizoen zit er weer een type bij waar de twitterende kijker helemaal los over gaat, Desiree, die in Italië het hart probeert te veroveren van kandidaat Hans. Desiree stormde gisteren als een enorm poldergevaarte af op een pittoresk Italiaans marktje, waar ze de hele boel op zijn kop zette. Ja, dit is geen Holland. Dat heb ik allang door. Het is heel moeilijk, mopperde ze toen ze geen witte asperges kon krijgen. Daarna in de slager, ik heb vaca nodig. V-A-C-A. Koe. B-O-E-E-E-E-H. Medekandidaat Herie ergerde zich dot, ja, mag ik heel eerlijk zijn over hoe zij omgaat met de mensen op de markt? Ik vind het eigenlijk respectloos. Constant aan dat fruit zitten terwijl ze al diverse malen hebben aangegeven dat ze dat niet willen en het zelf voor hen willen pakken. Hoe ze tegen hen praat en ze moet gelijk antwoord. Het liefst wilde Herie weglopen bij Desiree. Ja, weet je, op een gegeven moment dacht ik ook, dit kan eigenlijk echt niet. Ik wilde eigenlijk gewoon met de tassen weglopen naar buiten. Ik dacht, doe jij je ding maar, ik voel me echt gewoon te kijk staan. Ik hoor er wel bij op dat moment en eigenlijk wilde ik er gewoon niet bij horen. Desiree vindt dat ze gewoon een punt heeft, ze zijn slecht te verstaan. Ze kunnen amper Engels. Daarnaast ook nog eens een keer de producten die er niet zijn. Ja, dan kun je weinig. Al met al een heel spektakel en BB Vol Liefde schiet dan ook omhoog. De vierde aflevering van dit zomerseizoen kwam gisteren uit op maar liefst 864.000 kijkers, 19% marktaandeel, een buitengewoon mooie score in de zomer. Slechts één programma deed het beter op primetime, De Slimste Mens met 1,7 miljoen kijkers, 37% op NPO 2. De andere meest bekeken titels op primetime waren NPO 1's De Rijdende Rechter met 656.000 kijkers, NPO 2's Nieuwsuur met 632.000 kijkers en NPO 1's Ten Minste Houdbaar tot met 623.000 kijkers. SBS 6 bleef steken op 419.000 kijkers, 10% voor Mr. Frank Visser doet uitspraak. Andere programma's die de top 15 niet haalden zijn onder meer Renze, 580.000, Hart van Nederland, 542.000, Shownieuws, 541.000 en Shownieuws Zomereditie, 175.000.